Welkom allemaal. Als sporter van het jaar 2018 mag ik de openingsceremonie doen van de Geuzenaal 2019. Een heel mooi lustrumjaar met een 80-jarige springlevende vereniging en een 40-jarige prins-admiraal. Mijn belangstelling voor cijfertjes en getallen is ondertussen publiek geheim geworden. Ik kan er niks aan doen. Als ik een rapport, een financieel rapport in handen krijg, dan kan ik het niet laten. Ik moet het bestuderen, ik moet het analyseren en ik vind er iets van en ik wil er iets van roepen. Dat brengt mij tot een vervelend punt waar ik nog nooit met iemand over gesproken heb, wat ik met u wil delen. En dat is dat de 1 april viering elk jaar voor mij niet de hele dag een feestje is. Want in mijn rol als magistraat Nikker moet ik elk jaar leidzaam toezien hoe Van Duven worden als renmeester de kas beheert. En dat hij dat als volgens burgemeester Koekenbakker niet zo heel erg geweldig doet. Daar wil ik natuurlijk iets van roepen, daar wil ik iets van zeggen. Maar ik mag het niet, want ik kan het niet, want ik heb geen sprekende rol. Ik start als penningmeester bij de vereniging, dat is al wat langer geleden. Toen werd de administratie bijgehouden in een tabularisch kastbank Giroboek. En dat was een heel groot boek met allemaal kolommen en eigenlijk de voorloper van wat je nu een Excel-bestand zou kunnen noemen. Maar toen werd alles handmatig gedaan. En dat deed ik met dit instrument, een potlood. Heel simpel. Waarom een potlood? Het is een heel fijn schrijfmiddel. En bij het inschrijven maakte je altijd wel eens fouten. En dan kon je met een gummetje dat netjes corrigeren, zodat alles er weer netjes uitzag. Het was ook een zuinig attribuut. Want als mijn potlood te klein werd, dan kon ik het altijd nog kwijt aan onze toenmalige secretaris, Jan van der Koot. Die gebruikte ze dan nog op tot ze zo groot waren. Bij de Geuzenaal ging dat net zo. Alles werd in schriftjes en op lijstjes handmatig bijgehouden. De ontwikkeling trouwens van de Geuzenaal heb ik van nabij mogen volgen. Gestart met de ruilbeurzen en naardagen. Die naardagen konden de mensen komen voor advies, ze konden stof verkopen en patronen, zodat ze zelf aan de slag konden met naaimachines om kleding te maken. Daarnaast kwamen de dames nog bij elkaar thuis met de naaimachines om ook wat kledingstukken te maken. En dat ging goed, dat werd steeds beter. Alleen de vraag werd anders. De vraag naar stoffen en patronen nam af en de vraag naar kant-en-klare kleding die nam toe. Groeien een aantal naardames, groeien naaimachines, lokmachines, noem het maar op. Het groeide zo uit dat op een moment de dames de ruimte kregen in de binnenstad in lege winkelpanden, zichtbaar voor het publiek, en de groei ging gestaag door. Dat betekende wel, elk jaar al die naaimachines, de kleding, heen en weer sjouwen, dat werd ook een belasting. In 2005 heeft de vereniging dit bastion in gebruik genomen, een deel daarvan. En in 2009 is besloten om voor de eerste keer hier de winkel te gaan houden. Dat was een uitdaging. Niet meer zichtbaar in de binnenstad. Zou het publiek de winkel nog weten te vinden? Ik heb daar een antwoord op, instrument. Als ik even het potloodje erbij pak van hoe het gestart was, dan zie ik dit als een symbool voor de populariteit en de groei van de Geuzenaald. Een onmisbaar onderdeel geworden van de 1 april vereniging. De doelstelling van de Geuzenaald is nog steeds om zoveel mogelijk mensen in historische kleding te krijgen en te laten deelnemen aan het 1 april feest. De afgelopen 2 jaren waren fantastisch druk, heel erg druk, mede door wat nieuwe straatgroepen. En de verwachting was 2019, dat zal er weer wat normaler en rustiger jaar worden. Maar we zijn gaande een enorme ledenwerpactie. Vragen we dus af hoe de toestroom naar de Geuzenaald dit jaar gaat worden. Dames Geuzenaald, ik wens jullie veel succes en vooral veel plezier in de komende winkelmaand. En ik zou zeggen, de winkel is geopend. Ja, voor de volgende paskamer. Ja, even goed, want er is al 1 kamer. Ho, 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 ho. Die zou douwen, die zou douwen.